ik neem de vlag vandaag over van Bolstar. Dus, neem ik de vlag helemaal over. Dus... heel bijzonder gezin. Alsjeblieft. Je bent. Ik heb een cadeautje. Ik zal even de shopkamer opnemen hier. En dan dat uitpakken. Ja, de chocolaatje, die ben je kwijt en meer. Die is voor hem. Ik kreeg vandaag telefoon van mijn eigen broer om te zeggen dat ik de vlog vandaag niet meer moest openen. Dat Slimme Piet dat al gedaan had, omdat Slimme Piet was op bezoek bij Enzo. Hoe het er allemaal aan toegegaan is, dat weet ik niet, want ik was daar helaas niet bij. Dus ik kan het helaas ook niet weten. Heet dat Poesie? Een Poesie? Wel, ik heb een Poesie. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit een Poes. En, dus nu ga ik richting de Kenny. Ik ga Enzo halen daar. Die mag een nachtje bij mij komen slapen. Waarom? Voor zijn schoentje te zetten. Speciaal daarvoor komt hij eigenlijk. Dus ik ben eens benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen eigenlijk vandaag nog. Dus, en dan zet ik mijn schoentje op 5 december. Dus te zien wat ik ga krijgen natuurlijk. Ik ben eens benieuwd wat eigenlijk vanavond en vannacht in zijn schoentje komt natuurlijk. Dat vind ik wel super leuk eigenlijk. Ik denk dat we ook nog eens aan de Carrefour zouden moeten om een wortel. Ze zei dat zijn vader een wortel heeft, ik ga dat eens vragen. Want in de schoen moet natuurlijk ook wel een wortel. Dus dat is allemaal wel heel spannend. Nu komen we een beetje richting de grote baan dat iedereen altijd zegt. Het is hier ook altijd kei druk, dus hopelijk horen jullie mij goed. Dus het is echt een drukke baan achter mij. En dat ook zien met heel veel auto's. Dus het al te schemeren, als ik daar zoiets heet. Maar het zit niet vol natuurlijk. Dat zou niet goed te goed komen hè. Als ik ga vallen. Zeker niet. Dus dat zou ik toch niet graag hebben. Ik ben juist weer bij mijn school geweest waar ik vroeger heb gezeten. VTS3. Er zijn mensen die daar nu naartoe gaan op druk hebben gezeten. Dus dat was de school waar ik vroeger zat. Een goede school. Niet zo van aan te werken. Moet toch nog een stukje wandelen. Zeg. Maar, we zijn wel aan het twijfelen of ik vandaag naar de cultuur zou gaan of nu. Ben ik even van het nadenken eigenlijk. Als hem open is natuurlijk. En dat ik een mondmasker heb gevraagd ook, want ik heb geen mondmasker bij. Dat is zoiets, ja. Dat is natuurlijk altijd wel iets. Vroeger was het zo. Heb je sleutel, heb je gezin wel bij. Nu heb je je mondmasker al bij. Dus, ja. Het is ook maar de allereerste keer dat ik echt mijn mondmasker vergeten ben. En dat ik echt moet gaan vragen van, heeft u een mondmasker? Dat is nog nooit gebeurd. Nog nooit. Nog nooit. Echt wel nog. Ze vragen soms, woont Kenny in de buurt? Dan zeg ik altijd ja, dat is in de buurt. Maar als ik dat de voet moet doen, dat is toch wel een beetje ver. Constant, eigenlijk doen. Dan is het toch wel een beetje vermoeiend. Om eerlijk te zijn. Om naar naartoe te gaan. En je ziet met onze eigen mutsen. We ook, hè. Nooit eigenlijk examens besteld of zo, maar gewoon voor mijn eigen muts Polestar. Dus.
Je hebt ook helemaal mooie huisjes die daar staan. Zeer mooie huisjes. Zo mooi dat is. Hier zit eigenlijk nog de zon, je ziet het, hè. De zon komt echt op je huid. Als die vrachtwagen niet voor zat. Zo komen daar aan bedrijven eigenlijk. En dan zit de zon daar, zodat je kunt zien. Ondertussen ben ik terug thuis. En zit Enzo aan dit. Voordat iedereen denkt dat ik hem chips geef. Dit is het. Het zijn geen chipsjes. Maar het is zo'n maïspoffies. Met banaan. Dit zijn chipjes. Maar die zijn niet voor hem zo. Hoekonamen. En dit, dat zijn die chipsjes. Die ik bedoel. Ondertocht zit thuis. En ik heb dit uit de kast gehaald. Het ruikt wel lekker. Maakt zoet. Dit is wat ik wat Enzo krijgt, dus geen chipsjes. Dat is zo'n soort maïs. Die ze mogen vanaf 6 maanden. En straks gaan we nog de schoen zetten. Zo. Dus zijn schoentje heeft hem al gezet, zijn andere schoentje heeft hem nog vast. Dus aan de boom. Dus mooi aan de boom gezet. Straks komt er nog een wortel in. Er komt ook nog een worteltje in, hè? De schoen. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Dus hij heeft nu zijn schoen gezet met een wortel. En nu is het tot morgen wachten. Dus morgen in de video gaan jullie zien wat er cadeautjes. Hij ligt ondertussen in zijn bed. Schoentje is gezet, zodat je kunt zien. Je moet hem nog helemaal wenen. Dus vond je dit een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.